over cricket, maar veruit de belangrijkste tak van die vereniging is de voetbaltak. En de voormalig trainer van VOC, die is nu aan de telefoon, Peter de Haan. Goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Wat dacht jij gisteren toen je zat te kijken naar Nederland tegen Costa Rica en Jasper Cillessen werd gewisseld door Tim Krul? Ja, ik moest ik even terugdenken aan een paar jaar terug. Toen speelden wij de beker tegen topklasse AFC thuis. AFC, ja. En toen stonden we, meen ik, een kwartier tijd op 1-1. En we hadden het best lastig. En ja, toen kreeg ik ook een ingeving van als de penalty uitdraait. Dan heb ik een geweldige lanekeeper naast me zitten, als wisselkeeper, Niels van der Kooi. En hoewel Michiel Vis ook prima keeper die dag, dacht ik toch zoiets van ja, wellicht dat wel toch iets teweeg kan brengen. En hoe liep dat af? Nou, Niels pakte 2 van de 5 strafschoppen van AFC en we gingen door. Maar een even belangrijke overweging voor mij toen was ook van, ja, als tegenstander ga je toch nadenken van, hé, waarom komt er dan nog een keeper in het veld als je voor die penalty staat? Ja, nou is het helder dat Louis van Gaal het van jou heeft afgekeken. Had jij het ook bij iemand anders gezien of is dat aan je eigen creativiteit ontsproten? Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit ergens gezien heb, maar wellicht wel eens een keer gehoord. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Of ik het zelf verzonnen heb of dat ik het ooit eens een keer ergens gehoord heb. Maar ik had het nog nooit levende lijven gezien in ieder geval. Ik heb nu net beelden teruggezien van Jasper Cillessen. Net nadat hij gewisseld was. Die was woedend. Schopte waterzak omver voor de dugout. Had natuurlijk mede te maken met het feit dat Van Gaal van tevoren niet tegen hem verteld had. Hoe heeft dat bij jou ook nog tot een enorme gedoe geleid? Ik had mijn keeper destijds wel geïnformeerd dat het tot de mogelijkheden behoorde. En die was ook niet erg amused, hoor. Of het maar eens rustig te zeggen. Ja, die heeft me wel een beetje gemeden daarna. Want ja, dat is toch iets bijzonders altijd bij keepers. Dat zijn sowieso natuurlijk al heel apart figuren binnen het team. En als een speler gewisseld wordt, ja, dan doet hij daar over het algemeen niet moeilijk over. Maar bij een keeper ligt het toch net wat anders op zo'n moment. En ik snap ook best hoor dat het een beetje gevoelig ligt. En dat Van Cillessen gisteren natuurlijk ook voor zichzelf in gedachten had. Van ja, misschien had ik deze hoofdrol wel kunnen vertolken. Maar eigenlijk denk ik dat je het ook in teamverband moet kunnen begrijpen en moet kunnen accepteren. En uiteindelijk is het resultaat natuurlijk het allerbelangrijkste. En daar doe ik het z'n allen voor. En we weten nu wie aan dat resultaat ten grondslag heeft gelegen. Peter de Haan, dankjewel. Goedemiddag. Okay, gaan wij.